Het verkoopbord staat al in de tuin. Eindelijk moet er wat gaan gebeuren met het gebouw dat ondanks alle ideeën al 8 jaar leeg staat. We zouden graag zien dat er eens een invulling kwam, want ik vind het eigenlijk de puist van op meer. In 2015 werd het gebouw voor nog geen 1 miljoen euro verkocht aan een Opdamse vastgoedondernemer. Maar tot op heden leverde dat nog niks op. En daar moet deze makelaar veranderingen brengen. Onder andere om het te verdelen in meerdere eenheden, zowel voor huur als voor koop. Het is echt wel de bedoeling dat dit dus niet per se in één geheel wordt verkocht, maar gewoon in delen. Door het te knippen maak je het veel toegankelijker. Dus daarmee gaan we de markt verbreden. De gemeente heeft het bestemmingsplan aangepast, zodat er onder strenge voorwaarden ook gewoond kan worden. Ondertussen trekt de makelaar alle registers open. Er is een aparte website, er komt een bijzondere video, een voorvertoning op Facebook en in oktober gaat het gebouw zelfs open voor publiek. Maar na al die jaren zijn de omwonenden sceptisch geworden op een goede afloop. Ik zelf heb er niet al te veel vertrouwen in. Er zijn al zoveel suggesties gedaan en uiteindelijk is het allemaal op niets uitgelopen, omdat het gebouw aan zich is echt als museum bestemd. Het wordt wel moeilijk, denk ik. De kosten zijn natuurlijk ook enorm, dus we hopen maar. Blijven maar hopen. Waarom gaat u het wel voor elkaar krijgen wat 8 jaar lang niet is gebeurd? Ja, maar het heeft nooit echt in de markt gestaan. Er is nooit een kans geweest om het te kunnen kopen of te kunnen huren. De burger heeft nooit echt de kans gehad. Die gaan wij nu openstellen. Mijn liefste wens is altijd geweest dat het maar gewoon om zou gaan. En dat we hier bijvoorbeeld mooie oudere appartementen met grote balkons zouden krijgen. En dan een mooi park eromheen. Ja, dan zou ik als eerste ingeschreven staan.